De nieuwjaarsduik in Ganzenstad Coevorden heet natuurlijk de Ganzenduik. De meeste deelnemers ervaren het als een zeer frisse start van het nieuwe jaar. Koud! Heel koud! Waarom doe je mee dan? Nou, gewoon voor de gezelligheid, maar het is echt heel koud. Ja, je koud? Ja, echt heel erg koud. Lekker! Ja, ja, echt? Ja hoor. Ja, we komen hier al jaren, dit is de 6e keer volgens mij. Alleen een van de eerste keren, toen stonden mensen hier rondom op schotsen. En dat is juist de prestatie. De Ronde Tafel 142 Coevorden organiseert de Ganzenduik. Wij van de Ronde Tafel zijn een serviceclub. En wij streven eigenlijk na om wat te doen voor de samenleving. Eigenlijk heel, heel breed. En dit evenement in het bijzonder, de nieuwjaarsduik, de Ganzenduik van Coevorden, proberen we eigenlijk vooral voor de jonge doelgroep, dus jonge goede doelen, om daar wat moois voor te doen. Dus we hebben dit jaar gekozen voor de stichting Opkikken. Veel van de ongeveer 325 deelnemers gaan verkleed het water in. Ja, leuk! Koud! Waarom doe je mee? Ja, gewoon is leuk, toch? Goed begin van het jaar. En hoe heb jij het ervaren? Ja, leuk! Lekker koud! Lekker koud! Ja, we hebben eigenlijk twee prijzen die we beschikbaar stellen voor de meest ludieke duiker. Dat doen we in twee categorieën, zeg maar jeugd en semi-senior. Ongeveer 325 deelnemers doen mee aan de Ganzenduik. Bent u tevreden over de opkomst? Ja, zeer zeker. Ja, je ziet wel, dit jaar is er aandacht, toch wel een frisse wind. Hè. Het lijkt niet heel koud, maar het is best wel heel fris. Dus je ziet wel eigenlijk dat het een, ja, ik zeg altijd maar zo, het is een soort van climax. 10 minuten voor het startschot loopt het allemaal vol. En binnen een half uur is alles weer weg. Dus het is een klein half uurtje. Maar dat is juist ideaal, denk ik, voor Nieuwjaarsdag. En voor de mensen tussen de nieuwjaarsvisites door. Eventjes snel naar de Nieuwjaarsduik in Coevorden en weer door. Hoi. En? Koud! Ja, koud! Maar je gaat er toch in? Ja, het is gewoon leuk om te doen. Vorig jaar ook en volgend jaar ook weer. Hoe heb jij het ervaren? Ja, ook wel leuk. Elk jaar doe ik al mee en hoe kouder het weer, hoe leuker het is. Ja. Je wordt raad van, hè? Ja, je wordt raad van, ja. En wie staat hier achter jou? Dat is mijn moeder. Hoi, hoe was het? Koud. Heel koud. Heel koud. En waarom zijn jullie verkleed als piraten? Vonden we leuk. Vonden we mooi. Ze. En nou gaan we heel graag even omkleden. Ja, koud.